algemeen directeur van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, Rabin Permisser, is vandaag met onmiddellijke ingang geschorst door de Raad van Commissarissen van dit bedrijf. Dit meldt Star News in haar bulletin. De druppel die de emmer heeft doen overlopen is het gedeeltelijk afsluiten van de stroomvoorziening van het Diakonesse ziekenhuis en tegen de instructies in te talmen met de heropening van de stroomtoevoer. Ook een dispuut met de United Caribbean Contractors is niet opgelost volgens de instructies die de RVC heeft gegeven aan de directie. Permisser heeft volgens de statuten een maand de gelegenheid om zich te verweren bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Star News verneemt dat aan de algemeen directeur schriftelijk is medegedeeld dat hij zonder toestemming van de RVC de bedrijfsterreinen en gebouwen van de EBS niet mag betreden. Hij mag de EBS ook niet vertegenwoordigen als directeur. Zijn positie als algemeen directeur is ook wankel geworden met deze schorsing. De RVC vindt dat het haar maatschappelijke plicht is om op te treden tegen de directeur en dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan met Permisser. Hij zou vaker in strijd met beleidsaanwijzingen hebben gehandeld. De RVC voelt zich gedesavoueerd door de algemeen directeur die zich buiten de vennootschappelijke orde heeft begeven door besluiten die genomen zijn door de aandeelhouder over het beleid na zich neer te leggen. De RVC bij EBS wordt geleid door Patrick Peneu. Vandaag is er een spoed-RVC bijeenkomst geweest waarbij dit besluit is genomen. Intussen zijn de president en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen op de hoogte gesteld van de beslissing. De informatie is ontleend aan het bulletin van Star News.